van de week had ik zo'n ultieme luie Netflix-dag. Zo'n ultiem lui Netflix-daggetje. Hè? I was sitting on the bank. I was watching a movie. I had a little bakkie with zouten nootjes. I was eating the zouten nootjes. Licking my zouten vingers. I was chilling it. I was sitting on the bank. Watching a movie. I had a bakkie with zouten nootjes. A bacon with 7-Up met een rietje erin. I was drinking door het rietje. Making a little slurpy sound. Sitting on the bank. I was wearing a snuggie. You know, the dekentje with the moutjes. Oh yes. Oh yes, wie zat hem te chillen? Mercy zat hem te chillen. What? Two guys in the movie, they allebei had pistolen. They were doing bam, bam, bam. And I was thinking, damn, ben ik even blij dat ik not in the movie zit. What? Maar toen was de movie afgelopen. Wilde ik zappen, lag de afstandsbediening helemaal daar. Dacht ik, Jezus, wat heb ik een kut leven. Ligt die helemaal daar? Moet ik helemaal van de bank, helemaal uit mijn snuggie, super koud, meteen zulke tepels, helemaal erheen. Wil ik de afstandsbediening pakken, wil ik zappen, zal je zien, doet hij het niet. Moet ik helemaal het kleppie eraf halen, helemaal rollen met de batterijen, want dan doet hij het wel. Waarom? Waarom? Ik wilde pizza Hawaii eten, die was op. Moest ik kiezen uit 12 andere smaken. Ik wilde ijs als toetje, had ik net iets te laat uit de vriezer gehaald. Was die nog helemaal hard en de lepel krom. Oh, wat heb ik een kutleven.